Er is nog één puzzelstukje waar we nog niet heel specifiek op ingezoomd zijn, maar wel al een paar keer aan geraakt hebben. En dat zijn de microverontreinigingen. En ik ben dus heel blij dat hier nu als laatste voor vandaag, voordat ik zometeen mag afsluiten, of jullie misschien wel mogen afsluiten, we gaan kijken naar de evaluatie van het innovatieprogramma microverontreinigingen. En Patricia Klevering en Joost van der Wulk, jullie gaan ons meenemen in wat hebben we nou geleerd hiervan? Aan jullie het woord. Dankjewel. We hebben de afgelopen half jaar hebben we een evaluatie uitgevoerd over het innovatieprogramma microverontreinigingen uit riool afvalwater, of nee, RWSD afvalwater. Dat heb ik samen met Joost gedaan. Wij staan hier op het podium. We hebben dit samen ook nog gedaan met Meret en Nazanin zit in het publiek. We gaan kort even vertellen van de aanpak en dan de belangrijkste, of wat wij denken, de belangrijkste conclusies. In het rapport kan je nog veel meer lezen. Doe dat vooral. De aanpak, de aanleiding. Het heet dus het innovatieprogramma microverontreinigingen uit RST afvalwater. Het is een programma van het ministerie van INW en STOA. En het heeft 5 jaar gelopen met heel veel studies. Heel veel haalbaarheidsstudies en 15 pilotonderzoeken. Je kunt alles vinden op www.stoa.nl/IPMV. Dat hebben we niet in de sheet staan, maar het is wel een pagina waar je echt alles kan terugvinden. Wij gaan het vandaag eigenlijk hebben over die 15 pilotprojecten, want die zijn geëvalueerd, naast elkaar gezet en geactualiseerd. De studies gingen uit van kentallen van aan het begin, dus van 2018. Inmiddels 2024 zijn de getallen voor CO2 en kosten dermate anders dat dat nodig was. Ook hebben we de referenties geüpdate. Dit hebben we niet alleen gedaan. We hebben ook allerlei projectuitvoerders en de BC is betrokken geweest. Al die 15 pilots hebben een eigen sheet gekregen. Daar kan je alles in terugvinden over ontwerpuitgangspunten. En het rapport zelf gaat heel erg in op de vergelijking van die technieken. We hebben eigenlijk wel best wel veel disclaimers erin zitten, want eigenlijk de belangrijkste drie zijn, de resultaten zijn indicatief. We hebben het al vaker gehoord vandaag. Eigenlijk is het altijd maatwerk welke technologie je toe gaat passen, hoe het past in de zuivering op die locatie. Dat is één. En daarnaast is het ook zo dat, dit zijn de resultaten die we nu gepresenteerd hebben na afloop van de pilot. Sommige zijn al lang geleden, sommige zijn kort geleden afgerond. Er vindt allerlei doorontwikkeling plaats van de technologieën. Dus het is een stand van zaken op dit moment. Dus hou daar rekening mee als je hiermee aan de slag gaat. Rechts hebben we nog een stukje staan over de update van de referenties. Daarin zie je de verschillen tussen vroeger en nu. We gaan niet vandaag alle getallen behandelen. Daar heb ik geen tijd voor. Dus weet dat dat er is. 15 pilots. We hebben ze onderverdeeld in 5 categorieën. Maar er zijn ook combinatietechnologieën. Dus die vallen onder meerdere categorieën. We hebben ze dus op die manier ook vergeleken op de verwijderingsrendementen, CO2-kosten. Een belangrijk uitgangspunt wat we gehanteerd hebben is dat de technologieën, dat die dus ongeveer 80% of minimaal 80% als jaarrendement zouden moeten halen. We hebben een tabel hier staan met de rendementen. Dat is niet zo'n heel spannend rijtje, want ze voldoen allemaal min of meer aan die 80%. Daarbij moet ik wel zeggen dat het gaat over een jaarrendement van 7 van de 11 gidsstoffen over het verschil tussen het effluent en het influent van de zuivering. Verder hebben we ook, in het programma is vaak gesproken over een breder palet. Zijn er combinatietechnieken, dus als je actief kool met ozon combineert, krijg je dan een hogere verwijdering van meer stoffen. Daar hebben we dus ook naar gekeken hier aan de hand van twee technologieën. We zien dat dat soms wel en soms niet zo is. Waarbij we dan geconcludeerd hebben dat dat afhankelijk is
welke werkingsprincipe je toegepast hebt of welke werkingsprincipes je gecombineerd hebt. Dus ozon en actief kool pakken verschillende of verwijderen verschillende stoffen. Nou, dan zie je over de hele linie een verbetering als je die combineert. Maar bij andere technieken is dat niet per se zo. Een andere belangrijke is dat we ook gekeken hebben naar wat zijn de rendementen als je kijkt naar de EU-gitstoffen. Dus dan hebben we andere stoffen genomen dan, hè, dat zijn andere stoffen dan de 11 gitstoffen die we in Nederland kennen. Je werkt dan niet met een 7 beste van de 11, maar twee stofcategorieën en dan een bepaalde verhouding. Dus dat verandert de zaak een beetje, vooral als je jouw technologie of de technologie niet in beide categorieën een hele hoge verwijdering heeft. Stel, het maar, is er maar een 1, dan kan het zijn dat de verwijdering iets lager uitvalt. Ook is gezien dat het misschien op zuivering in sommige van de EU-gitstoffen wat minder goed verwijderd worden. Dus al met al hebben we daar gezien dat het, nou ja, een vergelijkbaar rendement oplevert als de Nederlandse gitstoffen of iets lager. Een heel belangrijke is dat in het IPNV-programma is gekeken naar een jaarrendement op deze gitstoffen. De EU-richtlijn gaat uit van een minimale verwijdering van 80% in elk, of nou ja, bijna elk monster. Als je 24 monsters neemt per jaar, moeten er 21 voldoen. Dus dat is net iets anders dan een jaar gemiddelde. Een ander criterium waar we naar gekeken hebben is de CO2-voetafdruk. Nou, hier staan twee grafiekjes. Het linker grafiekje is de CO2-voetafdruk per kuub influent of per kuub behandeld in de technologie. Dan zie je dat, nou ja, het getal zegt misschien niet iedereen veel, maar het is 50 tot 200 gram CO2 per kuub influent. Waarbij, als je kijkt naar ozon, is het volgens mij het groene lijntje onderin, het groene stippenlijntje, die zit best wel laag. Dat is een van onze referenties. Spaakas is het bijna dubbele. En dan kan je een beetje zien van hoe zit elke technologie daar ten opzichte van die referenties. Een ander grafiekje is de rechter, waarbij je kan zien hoe die CO2-voetafdruk is opgebouwd. Daar hebben we eigenlijk uit afgeleid dat vooral die gele en die rode balkjes, daar zitten de verschillen in. En die staan voor de hulpstoffen en elektriciteit. Dus je kan, ja, kiezen, of als je naar een technologie gaat kijken, kan je ook zelf bepalen hoe jouw ambities zijn ten aanzien van hulpstoffen of elektriciteit, wat jij belangrijk vindt. Die CO2-voetafdruk hebben we, die technologie hebben we ook een beetje gerangschikt in een beetje blokken van verschillende voetafdrukken. Je ziet dat er 7 technologieën best wel heel laag zitten. En dan zijn er wat vakjes en er zijn ook een paar technieken die best wel hoog zitten. En een vreemde uitbijter is in dit geval de O3-step met nutriëntenverwijdering. Die maakt, dat is eigenlijk een KRW-maatregel gecombineerd met een medicijnenmaatregel. Zonder nutriëntverwijdering staat hij veel positiever in het schema. Dus eigenlijk kan je de KRW-maatregel met hulpstoffen niet zo goed vergelijken met alle medicijnrestenverwijderingstechnieken. Wat we ook gedaan hebben is gekeken van, ja, maar wat als nou de, als we niet uitgaan van grijze stroom, maar van Nederlandse groene stroom, dan worden vooral de energie-intensieve technieken, ja, scoren ineens een stuk beter. Dus je ziet er best wel een verschuiving naar lagere CO2-voetafdrukken. En een andere is, er zijn waterschappen die nu werken met duurzaam pak of met duurzaam pak willen gaan werken. Die zeggen dan, ja, dit CO2-getal van jullie klopt niet. Als je dus een duurzamere pak gebruikt, hebben we ook gekeken wat doet dat met je CO2-voetafdruk. En dan zie je vooral dat de heel erg pakintensieve technieken als een paakas of een paakas met een reda, dat die best wel opschuiven en in één keer vergelijkbaar worden met bijvoorbeeld een ozon. Wat dus maar wil zeggen dat je daar keuzes in kan maken in je uitgangspunten en ja, dus ook bijvoorbeeld je pakverbruik. Ik denk dat jij...
kosten. Ja, ik denk het ook. Dankjewel, Patricia. Ja, en dan de kosten, dat is natuurlijk altijd heel interessant. Dan moet ik aan de voorkant wel even zeggen dat dit een actualisatie is naar de situatie 2024. Maar wel indicatief, dus op basis van geactualiseerde kentallen, maar zeker niet direct toe te passen in een, wat is het, in een raming voor het bestuur of iets. Maar wat we gedaan hebben is dat we op basis van de anno 2024 uitgangspunten, de stichtingskosten en ook de jaarlijkse kosten per kuub herberekend hebben. Het zijn een beetje kleine lettertjes om te lezen, denk ik. Maar wat je hier ziet in de linker twee figuren, dat zijn de clusters van technieken. Dus donkerblauw, dat is bijvoorbeeld poederactief kool. Oranje of donker, ja, wat is het, rood, dat is granulair actief kool. Grijs, dat is de overige adsorptie. Dat zijn de cyclodextrines en ad-ox, zeolieten. En dan heb je geel, dat zijn de oxidatietechnieken, over het algemeen ozon. En dan heb je nog twee andere clusters, dat zijn de membraanfiltratietechnieken in combinatie met een andere techniek. En dan in groen nog de combinatietechnieken, maar dan exclusief membraanfiltratie. Nou, daar kan ik heel veel over vertellen, dan ben ik nog de hele middag bezig, maar dat gaat ten koste van de borrel, dus dat doe ik niet. Je kan het allemaal lezen in het rapport, dat is gisteren volgens mij verschenen, dus dan digitaal is die beschikbaar. Wat er in ieder geval over te zeggen is dat je onderin ziet dat de linker vier blokjes allemaal een beetje dezelfde bandbreedte hebben. Dus tussen de circa 10 en 25 cent per kuub ben je kwijt aan pak, gak, oxidatie en overige adsorptietechnieken. En dat gaat dan per kuub RSD influent. Dat is de bandbreedte die we nu ongeveer berekenen. Nogmaals, dat is indicatief, dus het moet altijd case specifiek moet dat natuurlijk nader bekeken worden, maar dan heb je in ieder geval een idee waar je mee kan rekenen. We hebben ook nog de kosten inzichtelijk gemaakt per verdeeld over kapitaallasten, chemicaliën en energie. En dan een leuk raakvlak met vandaag, dat is ook een van de belangrijke redenen waarom we hier staan. Nou, we hebben 15 technieken bekeken. En die technieken die zijn, in vergelijking met de referentietechnieken, zijn ze goed in het verwijderen van microverontreinigingen. Maar veel van deze technieken, en ook specifiek de technieken die we bekeken hebben, die zijn ook goed in een stuk bijvangst. En die bijvangst, dat is niet alleen nutriënten. En bijvangst, dat klinkt misschien wat inferieur, maar het is juist heel belangrijk. Het zijn niet alleen nutriënten. Het is ook de verwijdering van ecotoxiciteit. Het is verwijdering van PFAS, verwijdering van microplastics. Bijvoorbeeld voor ecotoxiciteit hebben we gezien, ook al zijn het aantal metingen beperkt, dat de ecotoxiciteit met 50% afneemt. Nou, dat is al een hele grote win van veel van die technieken. De nutriënten, die heb ik er ook vanwege het onderwerp van dit symposium even uitgelicht. Eigenlijk nagenoeg alle technieken die verwijderen wel één van de nutriënten, dus stikstof of fosfaat, tot op zekere hoogte en bieden daar perspectief toe. Fosfaat kan met aanvullende chemicaliën dosering op een nageschakelde trap goed gerealiseerd worden. Maar bijvoorbeeld ammoniumverwijdering kan door de combinatie van beluchting en biologische afbraak ook goed gerealiseerd worden. Dus dat is een belangrijke meerwaarde. Als je een zuivering hebt waar je veel moet doen, dan kan je uit het rapport al een goede indruk krijgen van wat zijn dan, welke kant kan ik op gaan denken. Dan de TRL, Technology Readiness Level, meestal wel bekend mee. Dat is eigenlijk nog wel het belangrijkste resultaat, denk ik, van het IPMV. Dat we alle technieken waar we mee gestart zijn, waarvan sommige echt pas concepten of ideeën waren, die zijn allemaal uitgewerkt tot een TRL van minimaal 5. Er zijn een aantal technieken die zitten nog op TRL 5 of 6, dus die moeten in de pilot nog wat verder onderzocht worden. Maar de overige technieken die zijn in principe allemaal klaar om op full scale neergezet te worden. Dan zijn er nog wel wat onderzoeksaspecten aan, maar ze zijn wel full scale te realiseren. Dan hebben we nog een mooie samenvatting opgenomen waar zo'n beetje alle belangrijke resultaten in staan. Van verwijderingsrendement, CO2-voetafdruk, kosten, de bijvangst in nutriënten in dit geval en de TRL. En dan hoop ik dat ik nog een paar minuten heb om even over de conclusies te hebben. Het zijn er een hoop. Ik haal even de belangrijkste zaken eruit. Binnen het IPMV, dus de afgelopen 5 jaar, hebben we heel veel kennis en ervaring opgedaan. We zijn echt veel stappen verder gekomen met nieuwe technieken, met nieuwe concepten. En ook echt met beloftevolle technieken.
die goed kunnen concurreren met de referentietechnieken PACAS, Ozon en GAC. Nou, PACAS en Ozon blijven vanuit kostenoogpunt interessant. Dat was al zo en dat is nog steeds zo. Maar als je meer wil, dus meer bijvangst nodig hebt, dan zijn juist die IPMV-technieken heel interessant. Eigenlijk hebben ze allemaal laten zien dat ze 80% rendement kunnen halen op microverontreinigingen. Ja, combinatietechnieken, nou, daar heeft, hebben we het al over gehad en dat, nou, dat biedt perspectief. En een ander belangrijk punt is dat het hele concept van biologisch actief koolfiltratie, BAKF, dat binnen het IPMV echt een stap verder is gekomen. Er zitten nog steeds onderzoeksaspecten aan als die straks full-scale gerealiseerd gaat worden. Van hoe lang is nou de standtijd van het GAC en wat is nou uiteindelijk echt de kosten en de CO2-footprint. Maar het is erg beloftevol. Ja, en natuurlijk de koppeling met de KRW en de EU-richtlijn. Dat is dat is gewoon een heel belangrijke meerwaarde van deze technieken. Ja, dan nog even weer opnieuw een disclaimer van deze technieken zijn allemaal. Het blijft allemaal maatwerk, dus het is maar net. Dat gaat ook een beetje in tegen al mijn voorgaande sprekers. Wat Michael net zei, van eigenlijk zouden ze allemaal moeten standaardiseren, zodat je ze zo vanaf het truck ergens neer kan zetten en dan misschien 5 of 10. Dat kan misschien ook wel voor veel verschillende technieken, maar het is wel belangrijk dat er een keuze is in technieken die verschillende bijvangsten hebben en technieken die dat niet hebben. Je moet altijd kijken naar hoe ziet mijn aanvoerpatroon eruit, wat is het verwijderingsrendement van de biologie over het jaar, dus winter, zomer. En hoe gaat de EU-richtlijn zich ontwikkelen uiteindelijk naar de Nederlandse praktijk. Dat is ook nog niet het laatste woord over gezegd. Tot slot. Dat dit slechts een momentopname is. Dit is 2024, maar er zijn heel veel ontwikkelingen aan de gang. Zowel van de wat meer innovatievere technieken als wat meer bewezen technieken. We krijgen steeds meer kennis over verwijderingsrendementen, over CO2-footprints. Dat moet uiteindelijk steeds opnieuw bekeken worden. Van wat is nou nu de standaard techniek? En de kosten die zullen afhankelijk van de locatiespecifieke omstandigheden. Hoe ziet de trein van de zuivering eruit? Wat is de grondwaterstand? Maar ook wat is mijn elektra-aansluiting bijvoorbeeld? Dat heeft allemaal veel financiële impact, waardoor een bandbreedte in deze studie niet voldoende is om echt die kosten zo vast te stellen. En dan nog een laatste disclaimer over de ontwikkeling van de EU-richtlijn. Dat is een ander belangrijk aspect, maar daar hebben we het al over gehad. Dit was mijn laatste sheet. Ik heb het zo kort mogelijk proberen te houden, maar veel leesplezier allemaal. Dankjewel. Ik kijk meteen maar naar de zaal. Wie heeft er vragen voor Patricia of Joost? Helemaal links. Ja. Voor. Leo van Gelder, ik heb een vraag over, met name over de medicijnen. Hebben jullie ook goed overleg met medicijnproducenten, zodat jullie weten wat eruit gehaald moet worden? Ja, dat is een goede vraag. Nou, wij hebben niet specifiek dat overleg met die producenten, maar er zijn tijdens het IPMV is er vastgesteld van wat is er nou eigenlijk aanwezig in ons Nederlandse afvalwater. En op basis daarvan zijn de stoffen geselecteerd die gemeten zijn. Denk ik wel, ik zit met de vraag die daar een beetje op lijkt in mijn hoofd, want het gesprek over stoffen gaat ook vaak. Er komen zoveel nieuwe stoffen op ons af. De KRW heeft maar een paar prioritaire stoffen en hiermee. Maar hoe kijken jullie naar die veelheid aan stoffen die we nog niet genormeerd hebben meten en hoe dat zich verhoudt tot dit soort technieken? Nou ja, volgens mij moet je het zo zien dat de gitstoffen staan voor stoffen die we terugvinden in het effluent van zuiveringen. Die de zuivering dus niet goed verwijderen, maar die wel potentieel verwijderd kunnen worden met technieken als ozon en actief kool. En die zijn als gids, of die geven ons een indicatie van hoe deze stoffen, maar dus ook een hele range aan andere stoffen, ook mee verwijderd worden. Want het is niet te doen om alle stoffen te meten die er zijn. Tenminste, als ik het zo goed zeg, hè, want ja. We hebben dat is niet onderdeel van deze studie geweest van ons. Maar misschien kan je nog iets zeggen over de
ecotoxiciteitstesten die we gedaan hebben? Ja, we hebben wel dus die ecotoxiciteitstesten gedaan. Wil je ietsje dichter bij de microfoon? Oh, de ecotoxiciteitstesten geven wel ook een indicatie dat de... dat het effluent minder toxisch wordt voor de leefomgeving. Dus dat is ook een graadmeter voor dat het allemaal beter wordt. Maar het gaat niet over individuele stoffen. Ja. Andere vragen? Ik heb net natuurlijk het verhaal van mevrouw Van Akerfin gehoord. En die zeggen standaard. We hebben gewoon één techniek en daar gaan we alle, die zetten we op alle zuiveringen neer. En de rest van iedereen zegt maatwerk, maatwerk, maatwerk. Jullie doen het ook. En ik zou van jullie graag eens willen horen hoe dat dan zit. Want waarom zeggen jullie de hele tijd, het is allemaal maatwerk. En die mevrouw uit Vlaanderen zegt, nou, we zetten overal een zandfiltratie neer. Ja, goede vraag. En dat prikkelde mij natuurlijk ook wel een beetje. Alleen met alle respect zeg maar voor Vlaanderen, maar daar gaan ze ook achter komen dat je met alleen een nageschakeld zandfilter ga je er niet komen. Je hebt meer maatregelen nodig om de microverontreinigingen eruit te halen, om andere stoffen eruit te halen. Dus dat betekent dat ook in Vlaanderen zullen er uiteindelijk extra technieken nageschakeld moeten worden. Afhankelijk van je situatie moet je verschillende type zuiveringen neerzetten. En het is wel zo dat je die zuiveringen kan standaardiseren. Dus je kan bijvoorbeeld een granulair koolfilter of een ozoninstallatie, daar kan je best wel standaard packages van maken. Maar je kan niet zeggen van we zetten overal een granulair koolfilter of overal een poederkooldosering neer. Want dan voldoe je niet aan wat die zuivering moet doen qua eisen. Is die mevrouw uit Vlaanderen nog? Ja hoor. Dat ga je ook zeggen. Vind je het oké, Miek, om te reageren? Ja. Ja. Om te beginnen, die zandfilters die zijn voor de nutriëntverwijdering. Voor microverontreinigingen zijn we er nog niet. We hebben nog niet beslist welke techniek dat we gaan kiezen. Maar ik zie daar wel mogelijkheden om dat ook te standaardiseren. Om bijvoorbeeld... Gelijk aan de zandfilters dat we nu gaan zetten, die te vullen met actief kool, die ook te beluchten. En dan kun je twee technieken na elkaar schakelen en kunnen die wel op dezelfde manier bouwen, bijvoorbeeld. Dat is één idee, maar we zijn er nog niet. Maar we gaan wel weer proberen om dat zoveel mogelijk te standaardiseren. En overigens zijn er ook in Nederland al wel initiatieven om naar standaardisatie te kijken. Denk aan het Verdigo-concept, wat ook door een aantal waterschappen gepakt wordt. Juist ook in die zoektocht van enerzijds, je moet altijd een vorm van maatwerk leveren, maar dat kan ook vanuit een gestandardiseerde basis. Ja, en het komt dus ook voort uit dat we nu 15 technieken hebben die zijn bekeken. Er is er gewoon niet één die het beste is op alle fronten. Dus... Als dat zo zijn geweest, zou dat misschien wel het advies zijn van Nederland, ga vooral met deze techniek verder. Er is gewoon wat te kiezen en omdat er wat te kiezen is, zeggen we van kijk dan gewoon naar je eigen specifieke situatie. Zijn er stoffen in jouw water die jij moet verwijderen, die dus goed verwijderbaar zijn met de ene techniek en niet zo met de ander? Dus dat, maar je kan dan alsnog vervolgens weer die installaties modulair gaan uitwerken. En dat is iets wat volgens mij nu gaat gebeuren, wat nu gaande is. Ja. We zien nog een laatste vraag en dan gaan we naar een afronding van deze dag. Ja, is dan dus ook een vergelijk gedaan waarbij deze techniek op eenzelfde water zijn ingezet, zodat je de watermatrix eigenlijk buiten beschouwing haalt? Nee, dat is niet gedaan. Er zijn een aantal pilots zijn op dezelfde RST uitgevoerd, maar ja, het verschilt per pilot waar ze neergezet zijn. En dat maakt de interpretatie soms ook wel eens lastig om door de vertaling naar verwijderingsrendementen te maken. Oké, dank jullie wel. Patricia Klevering van Sweco en Joost van den Bulk van Touw.